Een hele goede morgen. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Gisteren heb ik niet echt gefilmd, omdat... Ja, niet echt. Eigenlijk helemaal niet. Want ik ben gisteren de hele dag bezig geweest met spullen bij elkaar pakken en opruimen. En van alles met kindjes. En gisteravond hebben wij de kindjes naar mijn ouders gebracht. Daar zijn ze een weekendje. Zodat wij dingetjes kunnen doen. Omdat, we komen gewoon heel veel tijd tekort af en toe met de jong. En nu zijn we onderweg naar de Kranenbroek om wat dingetjes te halen die we moeten hebben. En wij hebben straks geslachtsbepaling voor onze derde kleintje. Dus daar gaan we jullie natuurlijk in meenemen. Maar eerst, gisteren heb ik even mama tijd gehad. Je gaat nu even een fragmentje zien wat ik heb gedaan onder andere. Dat is maar heel klein hoor. Dus ja, ik liep rond met zwart spul om mijn dinges, om eventjes de mee-eters weg te krijgen. Is wel gelukt toch? Alleen ja, ik heb allemaal puistjes. En heb je de hond laten schrikken? Nee, de hond die schrok niet. Die moest wel een keer blaffen, maar toen hoorden ze dat ik het was en het was goed. Maar ja, in ieder geval, het gaat allemaal goed bij mijn ouders met de kindjes. Ze hebben goed geslapen en alles, dus dat doen we goed. Maar ja, nu gaan we eventjes naar de Kranenbroek toe. De Kranenbroek is een winkel waar van alles te halen is, hè Niels? Ja, voornamelijk goedkoop. Een beetje vergelijkbaar met Action, maar dan met bouwmaterialen en werkkleding en kerstspullen. Gewoon heel veel dieren. Zwembadspullen halen. Ook. Zwembadspullen haal je daar ook. Alleen dat is nou geen weer meer van. Nee, dat klopt. Maar ja, we gaan daar heel eventjes heen. Carnaval ook, ja. Klopt. Zes naar seizoens. Alleen, ja, carnaval zal er nu wel niet echt te krijgen zijn, denk ik. Ik denk dat ze daar ook weinig in investeren. Ja. Dat denk ik ook. Maar ja, in ieder geval, wij gaan daarheen. En want Niels had iets nodig, dus we gaan dat even halen. We zijn geslaagd bij de Kranenbroek. En we zijn nog even gauw naar de Helftheuvel geweest, want ik moest nog eventjes cadeautje afmaken voor de peetoom. Dat moet ik straks nog even inpakken en dan gaan we straks ook de peetoom vragen. Maar eerst gaan we nu de geslachtsbepaling doen. Hé Niels? Ja, want zo weten we niet wat het wordt. Nee. Wat denk jij dat wordt? Een jongen. Ik denk het ook, maar we zouden ons eigenlijk kapot lachen als de meid wordt. Toch? Maakt ons niks uit. Als het maar helemaal gezond is. Toch? Mm-hmm. Ja, ik moet ook op het verkeer letten. Ja, dat maakt er niks uit. Maar daar gaan we dus nog doen. Ik ben momenteel bezig met flesjes inpakken. We hebben voor de peetoom te vragen, hebben wij flesjes laten maken met tekst erop. Oom Sander, wil jij mijn peetoom zijn? En die ben ik nu even aan het inpakken. Niels is ondertussen nu even aan het testen. Pesten? We zijn gewoon lekker aan het spelen. Ja, we noemen het geen spelen, dat is gewoon pesten. Je moet gaan puzzelen, dus ik ga gewoon, je moet gaan puzzelen. Je moet uitpakken en gaan puzzelen. Dat je het al weet. Dat weet ik niet. Mag ik raden? Nee, je moet eerst uitpakken. Mijn! Ik weet het niet op voorwaarde. Nee, ik ga ze niet op voorwaarde geven.
Maar je weet wel welke als je laatste zou. En dan zei je niet wat erop stond. En dan staat: wil jij mijn zijn? Ik kan het puzzelen. Het zijn vijf flesjes. Het zijn er vijf? Het zijn vijf flesjes. Oh, dan moet ik terug uit. Met de logica in. Hé, hey, dat is leuk. Ben jij mijn? Oh, Sander. Kijk. Peter moet zijn. Ja, tuurlijk wil ik dat. Leuk! Nee, je moet eerst ze vrij laten. Ja, toch? Dan moet hij wel vol, hè? Ja, dan moet hij wel vol. Want we weten, dit is geen zero, maar jij bent zero. Zo onhoudbaar. Dat is vet. Dat is echt mooi. Ja, dankjewel. Dan moeten we nog een antwoord hebben, jongen. Ja, natuurlijk. Dat had hij al gezegd. Ja? Ja, tuurlijk. Mooi. Dat is echt leuk. En wil je ook weten wat het wordt? Ik... Dat wil ik eigenlijk wel weten. Ik wil eigenlijk wel, ja. Wat denk je dat het wordt? Want we hebben vandaag de gezagde... Wil je liever een neefje of een nichtje? Of een neefje of een nichtje hoor. Dat kan wel vlug, hoor. Ik denk dat het een meisje was. Dat denk jij? Ja. Dan moet ik je heel erg teleurstellen. Nee, toch jongen. Die jongetje. Ik zou nou scheefrecht zijn, dacht ik maar. Ja, drie wel scheefrecht. Nee. Ja. Is toch leuk? Dit zijn alleen maar jongens maken. Helemaal goed. Ja, wij kunnen alleen maar jongens maken, ja. Ja. Nou, super leuk. De peetoom en de peetante van het kindje dat nu in mijn buik zit. Die is dus inmiddels gevraagd. Of die zijn inmiddels gevraagd. Dus hebben gelukkig ja gezegd. En we vinden het super leuk. En we zijn ook hartstikke blij mee dat ze ja hebben gezegd. En we zijn inmiddels weer thuis. Of tenminste, ik ben thuis. Nielsie is servicedienst draaien. Want hij doet dat samen nu met een collega. En dat doet hij een bepaalde tijd. En dan, in ieder geval om zijn collega ook eventjes te helpen natuurlijk. Maar ik ben op Jordi's kamer bezig. Want hier staan allemaal dingen die dus uitgezocht moeten worden. En ik heb al één bak gedaan. En daarvoor heb ik voor Liam nou heel veel kleedjes alweer uitgezocht. Ik heb allemaal boeken uitgezocht die de kast van Jordi in moeten. En ik heb een kist vanaf Jordi's geboorte. Met een aantal spulletjes erin. Die ga ik in een plastic bak doen. Ik denk zelf dat de bak te klein is, maar... We gaan het zien en anders moet ik er gewoon eentje bij halen morgen. Maar we gaan het eens even zien. Want ik heb daar gewoon echt van alles in zitten. Zoals eerste schoentjes. En ja, in ieder geval van alles heb ik erin zitten. Ik ga eens even gauw kijken. Heb ik hier bijvoorbeeld de geboortekaartjes van Jordi in zitten. Ik heb daar nog wel gewoon wat van over. En die bewaren we ook gewoon natuurlijk. En... Ik heb alle positieve testen, heb ik er nog in zitten. die heb ik gewoon allemaal bewaard. Want ja, ik denk, misschien vindt hij dat later wel leuk om te zien natuurlijk. Voor Liam, toen hij geboren werd, hebben wij een naam, Slinger, gedaan. Nou, dat hebben wij ook voor Jordi gedaan. Die zit even in elkaar. Die hebben we dus ook voor Jordi gedaan. En ook voor de derde doen we dat natuurlijk. Ik heb hier ook de eerste kleertjes van Jordi in zitten. Oh, als ik dat dan zie, hè. Oh. Jordi, die is dus vroeg geboren. En die had maatje 44. Nou had ik ook maatje 44 bij, toevallig. En hij was dus gewoon ook echt te klein. Ik zal even kijken of ik een foto kan vinden. Maar anders zie je hier ergens de foto. En... Hij had dit shirtje aan. En dit rompertje.
En daar staat op stoer. Stoer, had hij dit rompertje had hij aan. Oh, als ik daar nog aan terugdenk, hè. Oh, was hij klein. Oh, echt. En hij had dit mutsje op. En er staat op boy. En dat is zo schattig. Maar in ieder geval, dat is wat Jordi aan had. Want ja, een broekje hadden we op dat moment ook nog niet. En Jordi heeft toen ook van iemand die ik al heel lang ken en waar mijn moeder ook altijd komt, had toen dit ook voor hem laten maken. Ook zo schattig allemaal. Omdat Jordi dus te vroeg is geboren, heeft hij het een en ander meegemaakt. En ja, dat gaat ook niet in de koude kleren zitten natuurlijk. Maar hij heeft dus in totaal een maand in het ziekenhuis gelegen. En hij heeft zowel in het Radboud als in het JBZ gelegen. Ondertussen ben ik eventjes aan het spulletjes aan het uitzoeken hoor. Zodat ik even een beetje verder kom met alles. Maar ja, als je dus in het ziekenhuis ligt, dan krijg je dus ook allemaal van dit soort dingetjes om. En ja, hij had nog een mutsje trouwens. Want op een gegeven moment was dat andere mutsje te vies. Toen hebben we deze aangedaan bij hem. Dus het kan zijn dat ik van de hak op de tak spring, maar hè, dat is niet, ja, daar kan ik niet zoveel aan veranderen. Hij had gewoon probleempjes, ook met zijn darmpjes en zo. En ze wist op dat moment nog niet echt hoe en wat. Dus ja, hij heeft in twee verschillende ziekenhuizen gelegen dan. En hij heeft gelegen in het ziekenhuis op de neonatologie volgens mij. En daar hadden ze deze ketting aan zijn bedje hangen. Dus zo schattig dat ze dat doen. Echt zo lief, echt zo schattig. Ik kan er niks anders van maken als dat. Echt. Het is niet makkelijk als ouder om daar te zijn. En dat weten verzorgende personeel en de medische personeel weet dat ook gewoon. En ze steunen je ook echt in zoveel dingen. En ja, als ik daaraan terugdenk, ik krijg ook gewoon tranen in mijn ogen daarvan. Het is gewoon zo speciaal hoe je daar behandeld wordt. Dit is zijn eerste... Ja, we hebben het gewoon allemaal bewaard. Misschien denken jullie bij je eigen, jullie zijn gek. Maar we hebben het gewoon bewaard. Ook om uit te kunnen leggen wat er gebeurd is later aan Jordi. Dit is zijn eerste... Ja, spalkje om een infuusje aan vast te maken. Dat vonden we ook belangrijk om te bewaren. Dit neusbrilletje heeft Jordi gehad toen hij daar lag. En daar hebben ze hem zuurstof meegegeven, omdat hij het op een gegeven moment een beetje moeilijk kreeg. En dat moeilijk krijgen op zich, dat is niet het punt. Het was meer... Hij kon het nog niet echt zelf handelen helemaal. Dus ze hebben hem dat aangegeven. Een neusbrilletje. En ja. Je gaat gewoon door een hel heen als je je kind zo ziet. Voordat hij geboren werd hebben we ook een geslachtsbepaling. En 3D echo en alles hebben we ook gedaan. Hier heb ik ook alle echo's van Jordi. Dan vragen jullie misschien af, konden jullie zien dat hij Down-syndroom had? Nee, absoluut niet. Je kon niet zien dat hij Down-syndroom had. Even een duidelijke zoeken. Ja, ze zijn niet helemaal duidelijk. Wacht. Oh, deze misschien. Zo zag Jordi eruit in mijn buik. Een scheetje toch? Dit zijn alle kaarten die ik heb gehad voor Jordi toen hij geboren is. Even kijken, zijn dit alle kaarten? Ja. Toen de tijd twijfelden ook heel veel mensen of ze wel een kaart moesten sturen. Want ja, je krijgt te horen dat je kind Down heeft. En niet iedereen wist toen de tijd hoe we ermee omgingen. Nou zijn wij wel vrij makkelijke mensen. En gaan wij daar vrij makkelijk mee om. Maar ja, je weet gewoon niet in wat voor situatie... iemand anders zit en in welke voetsporen en ja, hoe ze erin staan en alles.
Dat weet je gewoon niet. En ja. Dus. Het is niet anders. Maar ja. Dat dus. Toen wij weer terugkwamen in het Jeroen Bos ziekenhuis. Hebben ze als verpleegkundige. Heb ik een heel verhaal geschreven. Als jullie die willen weten. Het verhaal wat ik hierin heb geschreven. Dit is eigenlijk in principe een verhaal die. Ja, die eigenlijk gewoon opgeschreven is op het moment dat wij net uit het ziekenhuis zijn gekomen. En daar heb ik toen, ja, toen, net toen ik uit het ziekenhuis heb ik dat van me afgeschreven. Maar er zijn ook bijvoorbeeld verpleegkundigen die er iets hebben ingeschreven. En ja, dat is gewoon hartverwarmend om als ouder zijnde te lezen als ze dat doen. Zo lief gedaan en het doet je zo ontzettend veel. Maar ja, toen zijn we thuis gekomen en toen, het was hij, maand of drie, toen begon hij in één keer heel erg verkoudheidsproblemen te krijgen. Hij had net zijn entingen gehad en ja, het werd erger en erger en erger. Het was gewoon echt niet grappig. Toen heb ik op een gegeven moment, want hier bij het ziekenhuis hebben ze ons op een gegeven moment weggestuurd van ja, we kunnen niks doen. En zo heb ik eigenlijk het hele weekend heb ik eigenlijk met een kind gezeten. Ja, die eigenlijk meer op sterven na dood was. Hij kon niet meer eten. Hij at ook gewoon echt niks meer hoor. Hij at niet meer. Hij deed helemaal niks meer. Het was echt gewoon een. Ja, hij lag tussen mij en Niels in bed en wij sliepen gewoon vrijwel niet. Toen heb ik maandagochtend gebeld en gezegd dat ik naar. Mijn eigen huisarts wou. En ik ben daar gekomen. En ik heb gezegd, hier heb je mijn kind. Alsjeblieft. Doe ermee wat je wil. Maar dit gaat hem zo niet worden. Nou, toen had ze al zoiets van, dat gaat niet goed. Dus ze heeft ons toch doorgestuurd naar het ziekenhuis. En we zijn op het ziekenhuis gekomen. En ja, daar bleek dat het toch eigenlijk best wel ernstig was. Hij is middags. Kijk eens, middags. De volgende dag. Nee, smiddags. Is hij gestopt met ademen. En omdat ik dus zo bewoog van. Oh jee, Jordi. Toen is hij weer gaan ademen. En toen is hij eigenlijk. 'S avonds is hij eigenlijk al beademd. Toen hebben ze hem in slaap gebracht. Met dit. Hebben ze hem in slaap gebracht. En met deze. En toen heeft hij 2,5 dag op de kinder-IC in het Radboud gelegen. En ja, daar had hij een verwarmde beademing. Het is ook een neusbril. Maar hier komt verwarmde lucht doorheen. En daardoor kunnen ze blijkbaar beter herstellen. Ik weet het niet. En dan had hij deze elektrode op zich zitten. Nou, en dan denk je bij je eigen, waarom bewaar je dit? Ik zou het niet weten. Als mijn kind dit later wil zien, dan kan ik het gewoon aan hem laten zien. Toen had hij ook dit bij de deur hangen. Van de kinder-IC. En ja, het was gewoon heel lastig. Ja, we maken nu wel lastige dingen met hem mee, maar laten we het erop houden dat ik blij ben dat ik toen geen tweede of derde kind erbij had. Want je bent er gewoon echt 24/7 als ouder bij. En ik weet dat mijn kinderen goed opgevangen zouden worden als ik met een van mijn kinderen in het ziekenhuis kom te liggen of wat dan ook. Maar toch, dat wil je niet. En ja, nou, in ieder geval genoeg geluld daarover. Toen op een gegeven moment vonden we dat hij zijn eerste schoentjes nodig had. Dit zijn zijn allereerste schoentjes, Echo'tjes. Daar heeft hij ook heel veel plezier mee gehad. Mooie schoentjes hoor. Ik vond ze echt leuk. Leuke Echo'tjes. En ja, als je jarig bent krijg je natuurlijk heel veel kaarten. Deze is nog van vorig jaar september. Heeft de hele straat, vrijwel de hele straat heeft hier aan meegedaan. Hebben ze een cadeaukaart voor Jordi gedaan. Omdat hij gewoon slecht lag. En was zo lief. En ik stond ook echt met tranen in mijn ogen toen, ja, toen we het zagen. Nou, en dit. Dit zijn eigenlijk allemaal brieven
dat hij een operatie heeft gehad. Meer kan ik er niet van maken. Het zijn dezelfde papieren, maar ook die bewaar ik. Want ik vind dat gewoon belangrijk, dat als hij later vraagt, hoe lang ben ik nou geopereerd? Nou, dan moeten we even die papiertjes pakken hoor. Dus, ja, dat. Vorig jaar zijn zijn oom en tante getrouwd. En Manuel en Bianca. En toen hebben we deze gekocht voor hem. En nou bewaar ik ze niet omdat dat de tweede schoentjes zijn. Nee, deze bewaar ik omdat hij deze schoentjes ook aan had bij hun trouwdag. Dus dat vind ik wel, ja, een gedachtegang die daarbij zit. En ja, deze had hij aan toen hij voor het eerst grote broer ging worden. Ik word grote broer. Daar komt deze bij. Liam heeft ook zo'n t-shirtje. En hun broertje heeft ook zo'n t-shirtje. Dus dat vonden we hartstikke mooi om ja, drie musketeers. Of de Daltons, of hoe je het ook wil noemen. Dus dat is eigenlijk de bewaarkoffer van Jordi. Dan kan deze mooi opgeruimd worden. Want ik vind dat het in een plastic bak beter bewaard gaat blijven. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Ik heb gisteren niet meer gevlogd. Ik ben zo druk geweest met van alles uitzoeken en doen. Maar vandaag is het dierendag. Dus ons Joefje die wordt extra verwend. En we hadden wat speeltjes gekocht voor die kleine hond. En die gaan we even geven. Joef. Ben je aan het doen? Hallo meisje. Kijk eens wat vrouwtje heeft. Joef. Kijk eens. Je hebt een botje in je bak, dus doe eens eruit. Ja. Kun je het pakken? Jezelf. Moet ze even aan wennen, denk ik. Je weg voor je. Kijk eens. Ja! Ze flosje. Joef. Oh, joef. Kijk eens. Ik heb er nog één. Juffie. Nou, volgens mij is ze wel blij met de cadeautjes. Ze kan niet kiezen. Ze kan niet kiezen, zoals jullie zien. Maar we hebben wel, wel wat extra's aan de dierendag nou gedaan. Nee. Wat? Ze heeft er extra speeltjes gekregen. Net zoals gisteren. Ja, gisteren heeft ze ook een speeltje gekregen, maar die is ook kapot. Dus botten. En cookies. En nog meer cookies. Dus ja, ze wordt verwend. Het is eigenlijk elke dag je dierendag. Maar ja, dat weet zij natuurlijk niet. Hè? Maar vandaag weet ik niet wat ik ga filmen. Want ik ga boven verder opruimen. En ja, dat heeft gewoon... zolang ik nu geen kindje bij me heb, heeft dat nu even prioriteit. Dus ja, aan de slag maar weer. Ik ben hierboven helemaal klaar. Of ja, helemaal klaar. Ik heb nog twee wasjes. Waaronder een wasje van douchespullen, dus handdoeken, dat soort dingen. Maar op Liam's kamer alle kleding uitgezocht. Wat te klein is. In die box gedaan. En alles... van de kast helemaal uitgezocht en opgeruimd. Bij Jordi hebben we meer gedaan. Of tenminste, ik heb meer gedaan. Niels is een service dienst draaien. Dus ja. In ieder geval, wij hebben Jordi zijn kamer helemaal verzet. Ja. Jordi gaat in... Nou, ik denk dat over een week of 5-6 is. Komt er een nieuw bed. In verband met dat Jordi zijn bedje te klein wordt. En die past hier het beste. En om Jordi alvast aan te laten wennen, hebben we het bed van daar neergezet. Dus we hebben alles eigenlijk helemaal spik en span. Ja, hier moet je niet op letten. Dit is gewoon echt maar een rommelstukje van de kast. Ik kan niet dekbedden en zo, daar ben ik niet goed in opvouwen.
Dus dat ga ik nog niet eens meer proberen. Ja, en onze slaapkamer, ja, het is allemaal gewoon opgeruimd. Alleen, ik moet nog even alles goed zetten. Maar ja, onze slaapkamer is ook niet zo spannend wat dat betreft. Oh ja, hier alle kleerhangers. Ik weet niet wat ik heb met kleerhangers. Ik heb altijd ruzie ermee. Maar ja, in ieder geval, ik heb dus nog even wat was aanstaan. Als die klaar is, ben ik ook zo goed als klaar. Oh, eindelijk. En nou ga ik beneden aan de gang. De kindjes doen het nog steeds goed bij mijn ouders. Hartstikke fijn en hartstikke mooi. Daar ben ik heel blij om. En ja, ik ga hier beneden aan de gang. Aan de persbende waar ik 2 dagen nou niks aan heb gedaan. Dus, ik ga aan de gang. Op dit moment krijgen de kindjes eten bij mijn ouders. Niels is inmiddels ook alweer thuis. Beneden ben ik ook eindelijk klaar. En we gaan heel even gauw naar de winkel. Even wat boodschapjes halen. En dan straks komen de kindjes weer thuis. Yay! Ben je er niet blij mee? Ja. Je staat zo droog te kijken naar mij. Alsof ik niet goed ben. Maar goed. Ja, we gaan zegeltjes halen. Nou. Spaarkaart volmaken. Yes. Toedels. Echt waar? Nee. Mijn ouders zijn nu net naar huis. Niels die is met mijn ouders even meelopen met Joefje. Om ja, eventjes gewoon dat Joef ook naar buiten is. En ja, nou, dat dus. En dan geeft mij de tijd om heel eventjes voor Joef haar nieuwe eetbak neer te zetten. Deze is iets makkelijker schoon te houden namelijk. Dus dat ga ik even doen. Oh, kijk nou toch eens wel leuk. Ik vind dat wel veel beter als dit. Want ik kreeg op een gegeven moment de ijzer niet meer schoon. Ik denk, oh ja, ik vind dit al veel leuker. Maar ja, de kindjes zijn weer thuis. Jullie gaan nu heel eventjes filmpjes zien van de zaterdag en van vandaag. Hoe ze het bij mijn ouders hebben gehad. Ik zet er even bij welke dag het is natuurlijk. En dan ja, kunnen jullie in ieder geval zien hoe het is geweest voor de kindjes. Nee. Zo, terug naar huis, naar een weekendje, opa en oma. En hier ligt de andere. Dierendag is weer bijna voorbij, Joefke. Ja, dat wordt niet meer verwend worden, hè? Nee. Maar zoals jullie hebben gezien, hadden de kindjes het hartstikke leuk bij opa en oma. Ze zijn ook heel rustig gaan slapen. Helemaal nergens geen problemen mee gehad. En voor ons is het ook bedtijd. Dus wij gaan bij deze ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog. Welterusten. Trusten.